En wederom een Flaxman illustratie. Dit keer uit het begin van de Ilias. Dus kijk even wat je ziet. Je ziet hier een wapenrusting, een persoon, een schild, een paar mannen en een vrouw. En als je heel goed leest, zie je hier staan Achilles. Maar dat halen ze dan vaak uit weg. Achilles, die hier zit. Dus je hebt hier te maken met het weghalen van Briseis, deze mevrouw hier, uit de tent van Achilles. Hij kijkt hier een beetje sipjes en bedroefd. Dus dit is de illustratie die hoort bij het bevel dat Agamemnon gegeven had van dat hij Griseis zou afstaan en dat Achilles dan Briseis aan hem zou moeten geven. Goed, ik hoop dat je hem herkend hebt. Zo niet, komt er bij de volgende screencast nog één. Ga ik verder met deze versen, 4.14 tot 4.22. En we zijn nog bezig met Priamos. Priamos die dus zich aan het losrukken is om weg te kunnen gaan en tegengehouden wordt door de Trojanen. Nou, hoe doet hij dat? Elitanaie. Dat is, nu weet ik niet of ons litanie hiermee te maken heeft. Ik bedenk het net ter plekke, maar als je het daaraan onthoudt dat het smeken betekent, vind ik het prima. Hij smeekte, het zal er wel mee te maken hebben, ja. Elitanaie. Hij smeekte allen. En daar hoort een participium bij. Kulindomenos. Nou, zich wentelend, hè, draaiend, de cilinder zit daarin. Zich wentelend, omdat er een medium participium is, terwijl hij zich wentelde, katakopron, in de mest. Dit katakopron, dat staat ook trouwens bij Argos, in de Odyssee, als Odysseus zijn hond terug ziet in de mest. Nou, en wat nog meer, onomatzoon, noemend, letterlijk, noemend Andrahekaston, iedere man, ex onomakleiden, iedere man bij de naam noemend. Nou, en dan komt er een dubbele punt, en dan spreekt hij ze aan, en dan zegt hij, Philoi, vrienden, scheste. En scheste is misschien een wat misselijke vorm, want scheste komt van ego. Heeft namelijk als aoristes eschon, de stam is dus sche, en scheste is dan dus een mediumvorm, tweede persoon. En dan ook nog een keertje imperatives, want daar staat geen augment voor. En sta toe. Hou op en sta toe. Easate is dus ook een imperatives. Dus scheste philoi, hou op vrienden, kai m oion kedomenoi per. En sta toe dat ik oion in mijn eentje alleen hikeste van afikdeomoi ga, of kom, dat ik alleen ga. Nou, dan, waar naartoe gaan? Epineas Achaion, ook al vaker gezien, naar de schepen van de Grieken, dat ik alleen naar de schepen van de Grieken ga. Dan heb ik nog kerdomenoi, per, dus per bij een participium vertaal ik altijd met hoewel. Ik hoop dat je die ergens nog in je systeem hebt zitten, hoewel jullie bezorgd zijn, want hij spreekt ze aan, dus jullie is hier het onderwerp. En staat toe, hoewel jullie bezorgd zijn, dat ik alleen naar de schepen van de Grieken ga. En bij dat ik hoort nog bij ex el tonta, komt natuurlijk van ex ergomai, nadat ik uit de poleos, de stad, gegaan ben. Dus ex eltonta poleos. En dan krijgen we een lysomai. Dus lysomai is een conjunctivus. Dus laat ik smeken. Wordt dat hier. Laat ik anera touton atastalon op primo ergon, dus dit is helemaal leidend voorwerp, allemaal accusatiefs. Laat ik die verschrikkelijke, gewelddadige man smeken. En poos, of hij misschien aidesetai,
eerbied zal hebben, en dat is een futuralis hier, want een an zit hier eigenlijk in dat an al, in dat en al, of hij misschien eerbied zal hebben, helikan, voor mijn leeftijd, of eleesai, dus ook nog een conjunctivus, of medelijden zal hebben met mijn geras, ouderdom. Dus eerbied voor de leeftijd en medelijden voor de ouderdom. Dus mooi chiastisch geconstrueerd. Ja, want leidend voorwerp, werkwoord. Werkwoord, leidend voorwerp. En hier nog te zien in groen, oranje, oranje, groen. Met mijn ouderdom. Kaide nu toi. Toi is dus aan hem. Te tuktai is eigenlijk van tunkano, toevallig zijn. Ik vertaal het hier gewoon met is, omdat het een perfectum is. Dus een toestand namelijk. Aan hem is toevallig ook kai een pater toioste, een dergelijke vader, namelijk Peleus. Hij heeft ook een vader, namelijk Peleus. En dat vaderaspect van Peleus, dat komt een aantal keren terug in de Ilias. Ook helemaal aan het einde, als Achilles naar de, of als Priamos naar de tent van Achilles gaat en Achilles smeekt, verwijst hij ook weer naar Peleus. Dus Peleus en Priamos staan qua leeftijd op dezelfde hoogte. Dat zijn de oude vaders. Peleus, de vader van Achilles. Priamos, de vader van Hector. Peleus, hos men etikte, die men hem voortbracht en etreve, voedde om iets te worden, namelijk om pema te worden, om rampspoed, om ellende te worden, tosi, voor de Trojanen. En, maar nu krijg je dat al, malista de emoi, en met name voor mij peripantoon, boven alle Algea is leed, weet je, etheke moet je nog even zien, wat het de stam auristus is van titemi. Te is hier de stam, de epsilon voor de aoristus en de kappa ook voor de aoristus in dit geval, want anders had er wel theteke gestaan. Dus dit is te als stam, kappa erachter en dan een uitgang. Nou, dat zijn een paar werkwoorden, maar die hebben in de eerste, tweede en derde persoon enkelvoud van de aoristus een kappa. Nou, titemi is er een van, hiemi is er een van, didomi is er een van. Dus schrik daar niet van. En met name voor mij plaatste hij boven allen leed. En dan ben ik aan het einde van deze passage. Komt er zo weer een nieuwe Flaxman?